Goedemiddag, kijkers. Mijn naam is Victoria Morpurgo-Dest en ik ben onderdirecteur op het BOG. De directeur van Volksgezondheid heeft mij gevraagd om uit te leggen wat de epidemie is en hoe deze te beheersen met preventieve maatregelen. Dus zal ik dit kort toelichten in een presentatie. Ik zal eerst wat achtergrondinformatie geven over de voorbereidingen die het ministerie van Volksgezondheid heeft getroffen op de COVID-epidemie, waarna ik verder zal ingaan op de preventieve maatregelen, het doel van de preventieve maatregelen, welke we in Suriname hebben getroffen, hoe we dat kunnen vergelijken met andere landen en hoe verder. In december 2019 kregen we een melding vanuit de WHO dat er een uitbraak was van een nieuw coronavirus in Wuhan, China. Dit virus bleek dus een virus te zijn dat van mens op mens overdraagbaar was via fijne druppels, net zoals het griepvirus. Dit virus bleek een virus te zijn dat net zoals griep heel snel wordt overgedragen van mens op mens via fijne druppels. Dus we hebben al heel vroeg voorbereidingen getroffen om gevallen te kunnen detecteren en om ons voor te bereiden op een mogelijke uitbraak. Dus alle personen afkomstig uit hoogrisicogebieden zouden dan in quarantaine geplaatst worden en verdachte gevallen zouden in isolatie worden geplaatst en ook getest worden op het coronavirus. Het Centraal Lab van het BOG was ook het eerste lab in de regio dat kon testen op dit virus. Uiteindelijk kreeg je een wereldwijde uitbraak en heeft de regering dan verdere preventieve maatregelen getroffen. Maar wat zijn preventieve maatregelen nou? Het zijn maatregelen die geïmplementeerd worden in de samenleving om de verspreiding van een infectieziekte te beheersen. Het doel in dit geval bij COVID-19 is om het gezondheidssysteem niet over te belasten, zodat elke patiënt ook daadwerkelijk zorg kan ontvangen. Er zijn verschillende soorten preventieve maatregelen. Je hebt de publieke gezondheidsmaatregelen en de sociaal-maatschappelijke maatregelen. De publieke gezondheidsmaatregelen zijn de maatregelen die de samenleving kan treffen om zichzelf te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan handhygiëne, dus handen wassen, handen desinfecteren. Denk aan hoest- en niesetiketten en sociale afstand. De sociaal-maatschappelijke maatregelen zijn de maatregelen die de regering treft om de samenleving te beschermen. Dus verplichte isolatie, verplichte quarantaine, de gesloten grenzen die we nu hebben, het samenscholingsverbod, de partiële lockdown en het sluiten van de scholen bijvoorbeeld. Om nu goed uit te leggen waarom deze maatregelen, zal ik een aantal voorbeelden aanhalen aan de hand van de epidemiologische curve. Hier ziet u het verloop van een epidemie, van een infectieziekte zoals COVID-19, in een epidemiologische curve. Op de x-as ziet u de tijd en op de y-as ziet u het aantal nieuwe gevallen. Dus in het begin van een epidemie, dan stijgt het aantal nieuwe gevallen heel snel. Op een gegeven moment bereik je een piek, daarna daalt het en op een gegeven moment blijft het constant. Hij vlakt af, die grafiek. Wanneer hij afvlakt en het aantal nieuwe gevallen constant blijft, dan zeggen we dat we overgaan in de endemische fase. Dus je gaat over van de epidemie naar de endemie. Dat is wanneer de ziekte een beetje normaal wordt in de samenleving. Net zoals we dat bij griep hebben nu. Dus hier zien we een soortgelijke grafiek waarmee ik de aanpak van de verschillende landen wil weergeven. De zwarte curve geeft een goede schets weer van het land dat weinig of heel laat preventieve maatregelen getroffen heeft. Denk bijvoorbeeld aan Nederland of Italië. Ze zijn heel snel bij hun piek beland, maar gaan ook sneller naar de endemische fase. Vergelijken wij dit nu met een land als Noorwegen, de groene curve, die heeft op tijd hun preventieve maatregelen getroffen, net zoals Suriname, ook heel streng, dan zien we dat hun curve veel platter is. Dus dit betekent dat het ook langer duurt voordat ze in de endemische fase belanden. Waar is Suriname nou op dit plaatje? Wij zijn nog aan het begin van de epidemie. Dit betekent dat wij onze preventieve maatregelen zodanig hebben getroffen en ook heel erg op tijd, dat we de tijd hebben nu om af te kijken van andere landen en onze maatregelen dusdanig kunnen afstellen dat we ook niet heel snel in de piek gaan. Want waarom is dit belangrijk? De rode lijn. De rode lijn wil je niet voorbij. Deze rode lijn geeft de capaciteit van je gezondheidszorgsysteem aan.
Dus denk hierbij niet alleen aan de ziekenhuisbedden, denk ook aan het aantal gezondheidswerkers. De beschermende middelen zoals maskers, handschoenen, spatbrillen, schorten. Denk aan medicijnen. Denk aan beschikbaarheid van geld. Dus u moet nagaan dat ongeveer 3% van COVID-patiënten daadwerkelijk overlijdt aan de gevolgen van COVID, mits zij toegang hebben tot gezondheidszorg. Als je Italië en Nederland weer als voorbeeld neemt, dan zie je dat ze heel snel boven de rode lijn zijn uitgekomen, omdat ze dus te laat hun maatregelen hebben getroffen. En ze zijn dus voorbij hun gezondheidszorgcapaciteit gegaan. In Italië zit hun sterftepercentage daar ook op hoger dan 13%, in Nederland op 11%. Terwijl als je kijkt naar Noorwegen, de groene lijn, zij zitten onder de capaciteit van de gezondheidszorg en daar overlijdt rond de 2%. Suriname is voorlopig nog in een voordelige positie met betrekking tot het nemen van de preventieve maatregelen. Er is geen noemenswaardige stijging gemerkt van de positieve gevallen de afgelopen tijd. Maar ik denk dat wat iedereen wil weten is, hoe verder nu? Voorlopig is het belangrijk dat we onze preventieve maatregelen houden hoe ze nu zijn. Dit geeft ons tijd om af te kijken van andere landen en om onze strategie te bepalen om uiteindelijk te komen tot deze curve. Voor Suriname is het belangrijk om de COVID-epidemie te beheersen met onze preventieve maatregelen, zodat we mensen die het COVID-virus oplopen de nodige zorg kunnen bieden. Dan hoeven we ook niet te kiezen wie doodgaat en wie blijft leven, zoals in andere landen nu het geval is. Wat ik dus duidelijk probeer te maken met deze presentatie is dat ook in Suriname de epidemiologische curve afgelopen zal moeten worden. Maar wij, de bevolking, spelen een belangrijke rol bij het uiteindelijk aanpassen en opheffen van de maatregelen die de regering treft. Dus het hangt er allemaal vanaf of de samenleving zich houdt aan de publieke gezondheidsmaatregelen. Handen wassen, dek je mond en neus af bij hoesten en niezen en houd afstand.